name de verduurzaming van de sportcomplexen niet van de grond kwam. Daar zou een voorinvestering voor nodig zijn die moeilijk te vinden was. En nu liggen er kansen bij collega's van deze minister. Als het gaat om de sportaccommodaties aan te laten haken bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Kan de minister, en dit is heel concreet minister, samen met haar collega's van EZK en Binnenlandse Zaken verkennen of het mogelijk is om sportaccommodaties laagdrempelig aan te laten haken bij bestaande verduurzamingsmaatregelen om te helpen bij de voorinvestering. En dan gaat het niet om individuele maatregelen waar een subsidietje voor te krijgen is, maar om het gestructureerd aanpakken van de verduurzaming van elk sportcomplex. Er zijn regelingen bij Binnenlandse Zaken voor maatschappelijk vastgoed. Er zijn regelingen voor allerlei onderdelen om sport te laten verduurzamen. Als je kijkt naar de lijst van aanvragen, zit daar geen enkele sportvereniging bij. En dat is eigenlijk gek, want bibliotheken, cultuurorganisaties, allerlei andere organisaties kunnen er wel gebruik van maken. Daar liggen niet alleen enorme kansen voor het klimaat, omdat het om duizenden complexen gaat, maar we helpen ook de sportvereniging om de energierekening structureel lager te laten krijgen en dus sport betaalbaarder te houden. Een toezegging zou volstaan, dat scheelt weer een motie. Voorzitter, ik heb vragen gesteld over Russische sporters in Nederland. Dit kabinet vindt dat Russische sporters niet mogen deelnemen aan de Olympische Spelen. En ik steun dat van harte. Sport en politiek gaan niet samen. Maar dat is het helaas wel geworden. Ruim 200 Oekraïense atleten zijn door de Russen vermoord aan het front. Eergisteren nog de kickbokskampioen van Oekraïne. En de eerlijke competitie wordt op deze wijze letterlijk vermoord door de Russen. Sport wordt in Rusland als propagandamiddel gebruikt en daar mogen we niet aan meewerken. Maar voorzitter, een betere wereld begint bij jezelf. Dus ik vraag het kabinet om ervoor te zorgen dat Russische sporters geen visum meer kunnen krijgen om deel te nemen aan wedstrijden in Nederland. Voorzitter, we hebben daarnaast ook alle informatie over het dossier dansmisbruik kunnen zien. Welke acties neemt de minister naar aanleiding van de informatie die bekend is geworden? Hoe zorgen we ervoor dat, ja, ik heb hier opgeschreven dat de mafklappers die met hun poten aan jonge meisjes en jongetjes zitten, ik kan het even niet netter zetten, hoe we die zo snel als mogelijk hun straf kunnen laten krijgen en definitief verbannen uit de sportwereld. Voorzitter, mijn laatste stukje. De motards. Er staat een zinnetje in de wet dat rijdend aanwijzingen geven voorbehouden is aan de politie. Dit zinnetje is nooit bedoeld geweest voor wielerkoersen. En daardoor wordt nu de ene na de andere wielrenwedstrijd de das omgedaan. Is de minister bereid om met een wetswijziging te komen, zodat ook gecertificeerde vrijwilligers aanwijzingen mogen geven? En kan er in de tussentijd... Rond u af, ja, zeker. Kan er in de tussentijd gedoogbeleid plaatsvinden? En dan sluit ik af met een compliment aan de minister voor alle hulp die u geboden heeft aan Tialf. Niets dan lovende reacties. Echt hartstikke goed gedaan. Hier kan Tialf verder mee. En fase 2 krijgt ze ook wind in de rug. Dank u wel. Dank u wel, meneer Heerema. U had ook nog iets meer tijd kunnen aanvragen aanvankelijk. Mijn collega had gezegd 6 minuten. Dus. Nee, 5 minuten was de afspraak. Maar we gaan snel door naar meneer Mohandes namens de PvdA. Oh, een interruptie. Een vraag van meneer Mohandes voor meneer Heerema. Gaat u gaan. Voorzitter, ik dank de heer Heerema voor zijn inbreng. Ik had, wat ik wel geïnteresseerd in was, dat hebben wij ook... daar zijn we ook uitvoerig op ingegaan in ons actieplan dat wij vrijdag presenteerden, is om de vereniging de toekomst bestendig te maken, zullen we echt nog veel meer moeten doen dan nu als het gaat om die verduurzamingen, zodat ze die rekening ook op de lange termijn kunnen dragen. We zien dat die energierekening nog steeds bovenop alle andere uitdagingen overigens echt wel gewoon enorm kwetsbaar is voor een groot deel van de vereniging. Dus ik was even benieuwd wat u precies bedoelde met uw vraag aan de minister. Hè, van wat vraagt u nou precies als het gaat om naast die verenigingen staan, helpen, ontzorgen, financieren, zodat ze die omslag kunnen maken. Ik was even benieuwd naar wat u precies betoogt. Ja, voorzitter. Voor mij zijn er twee routes. Je ziet aan de ene kant dat provincies, en daar hebben we gelukkig nu allemaal nieuwe verkiezingen gehad, en er gaat in de provincie van alles plaatsvinden. Bijvoorbeeld in Noord-Holland, mijn eigen provincie, heeft een bepaald budget om ervoor te zorgen dat verenigingen kunnen verduurzamen. Dat is mooi, maar het is niet genoeg. Dus waar ik naar zoek is, kunnen wij nou in plaats van een binnen de begroting sport is geen ruimte. Ja. Dus kunnen we nou zorgen dat we bij bestaande mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld energiefondsen bij EZK of bij de duurzaamheidsfondsen die bij Binnenlandse Zaken beschikbaar zijn, of we sport niet veel meer kunnen laten aanhaken bij bestaande regelingen. A, dan hoeven we niks nieuws op te tuigen. B,
Volgens mij heeft de sportvereniging niet zozeer een subsidietje nodig om iets te verduurzamen. Maar ze willen zelf ook graag een soort van revolverend fonds hebben. Dat ze bijvoorbeeld een voorinvestering in 10 jaar terug kunnen betalen tegen lage rente vanuit de overheid. Ik kan me best voorstellen dat die mogelijkheden er liggen. Niet alleen omdat het niet geld is wat gegeven wordt aan de sport, maar omdat het ook weer terugkomt wat vervolgens opnieuw geïnvesteerd kan worden. Het Waarborgfonds Sport werkt ook op die manier. Ja. En ik kan me best voorstellen dat als deze minister met onze oud-collega, die nu minister van Binnenlandse Zaken is, maar altijd in deze commissie sport heeft gedaan namens het CDA, dat die best oren heeft om samen te kijken wat er mogelijk is voor al die verenigingen die tegen die energiemaatregelen aanlopen, een hoge rekening zien en daardoor moeite hebben om die sport betaalbaar te houden voor iedereen. Dank u wel, meneer Rema. Meneer Mahandes, tweede ja, vraag. Kijk, wat mij zelf ook opviel in die rondgang, zeg ik tegen de heren, maar is dat ze ook aangeven, dan heb ik het over die, zeg maar even heel grove weg, de 50% die wel tegen het verduurzamen aanloopt van hoe gaan we dat nou doen, dat er ook vaak bij vrijwilligers de worsteling is van ja, hebben we wel de kennis in huis, hebben we er wel de handjes voor. Het geld is vaak ook een probleem, daar heeft er al iets over gezegd. Dus het vraagt ook iets, niet alleen maar van, hè, dat is het risico, hè, dat we weer een pot creëren van daar is het geld. Terwijl je eigenlijk, ja, ik zou wel meer de filosofie willen ondersteunen. Benieuwd naar de reactie van de VVD. Hoe we dat geld en die hulp en die ondersteuning en dat ontzorgen ook werkelijk in die verenigingen brengen. Want dat is wat ik vooral heb onthouden bij 50% even grofweg gezegd van de vereniging. Zeggen, ja, we hebben echte ondersteuning nodig. En niet weer een adviseur of iemand die zegt waar het potje staat. Ik weet niet hoe u daar tegenaan kijkt. Ja, voorzitter. Ik heb de afgelopen tijd ook wel verenigingen bij mij aan de telefoon gehad. Die zeiden, ik zie door de boom het bos niet meer. Ik kan de weg niet vinden. Mijn vereniging gaat omvallen als er niks gaat gebeuren. En heel vaak was een telefoontje naar de lokale wethouder van de betreffende gemeente waar de sportvereniging zat voldoende om in ieder geval tot hulp te komen. Ik denk dus dat heel veel verenigingen behoefte hebben aan dat handje wat ze naar de juiste plek toe leidt. Mijn voorstel, en dat heb ik ook in mijn spreektekst zitten, is zorg er nou voor alsjeblieft dat die professional, die buurtsportcoach, bij de vereniging zit. Niet alleen maar om ervoor te zorgen dat de wijken waar moeilijk bereikbare mensen zitten naar de vereniging getrokken worden. Maar ook omdat die contacten met de gemeente vanuit een buurtsportcoach, die professional bij de vereniging, veel makkelijker gelegd kan worden. We hebben er 6.000 in Nederland. We hebben 24.500 sportverenigingen in Nederland. Het moet toch mogelijk zijn om 0,2, 0,3, een dagdeel inderdaad, te zorgen dat elke vereniging in Nederland die ondersteuning krijgt waar ze zo veel gebruik van kunnen maken, maar wat ze zo nodig hebben. Ik ben het helemaal met u eens. Corona heeft het ook uitgewezen. Alleen een pot geld neerzetten zonder dat mensen weten waar ze moeten komen, werkt niet. Werkt gewoon echt niet. We moeten zorgen dat mensen niet alleen weten dat er een pot geld is, maar ook hoe ze er komen. En daar heb je gewoon mensen voor nodig met verstand van zaken. Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan meneer Mahandes voor zijn eerste termijn namens de PvdA. Ja, voorzitter, dank u wel. Voor ik inga op verschillende punten wil ik even beginnen bij het feit dat is het bizarre van als we het over percentages hebben en hoeveel verenigingen wel of niet in de problemen zijn, dat er afgelopen zondag gewoon een zwembad in Westervoort is gesloten en 850 kinderen hun zwemdiploma niet kunnen halen. En waarom is dat? En dat is het bizarre van het hele verhaal, is dat een voormalig zwembad wat in publieke handen was, is geprivatiseerd. Vervolgens nekt de energierekening zo enorm. De gemeente zegt eigenlijk, wij kunnen u een beetje hulp bieden. Onduidelijk hoe de rijksregeling heeft uitgepakt voor deze zwembad, want die rijksregeling was nog niet uitgewerkt. En het zwembad is dicht. Dit is gewoon hoe het nu is in Westervoort. En heel veel ouders met het handen in het haar niet weten waar hun kind dat zwemdiploma kan halen. En dit zijn de voorbeelden die je gewoon, hè, als je daarop gaat searchen, gaat googlen, kom je ze gewoon tegen. Halen niet altijd de landelijke media, wel de lokale en de regionale. En dat is pijnlijk als we praten over prachtige ambities in het sportakkoord. Want dit is wat we ook zien. En dit brengt het sportakkoord niet dichterbij waar we willen komen. Ook de afgelopen tijd zijn wij met de RVVB, er waren ook soms andere Kamerleden bij, zijn we langs die sporttour gegaan. En daar is natuurlijk gegaan over de druk op vrijwilligers, steeds meer taken, de bureaucratie, het gemis op ondersteuning. Daar hebben we zojuist ook over gedebatteerd. Hogere kosten, de inkomsten die onder druk staan. En er zijn ook verschillende rapporten. Daar waar het Mulier zonder vereniging het hebben gesproken, spreekt over 16%. De RVVB over 20%. Motivaction, niet zo lang geleden nog, in februari, 42%. NOC-NSF bij WNL, de heer Van der Twil, die heeft over dat 50% van de verenigingen in een lastig pakket zitten. Ja, dan is dat gewoon
veel meer dan een noodklok. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe de minister reflecteert op al die onderzoeken. En het gaat mij niet om welk percentage klopt. Maar als we deze percentage op een hoop gooien en je haalt daar het gemiddelde uit, ja, dan hebben we een enorm probleem waar we tegenaan lopen als we ze niet gaan helpen om die toekomst te halen. Ik ben ook benieuwd. We hebben natuurlijk eerder met elkaar afgesproken om goed gemonitord te worden. Ik vind het goed dat dat via het MULIER gebeurt. Maar dat gebeurt wel via een open enquête. Niet met kwalitatieve doorvragen, het bezoek van verenigingen. Vraag aan het kabinet of zij bereid zijn om naast wat het MULIER ons doet, periodiek, om daar ook de kwalitatieve data en de honderden gesprekken die de RVB heeft gevoerd, om die daar naast te leggen, zodat wij als Kamer een complete beeld krijgen. Voorzitter, ik zei het al eerder, wij lanceren dit weekend ons actieplan, omdat we echt wel van overtuigd zijn dat het 11:55 is voor veel sportverenigingen, er echt iets moet gebeuren. Ik kan niet ingaan op alle punten in ons actieplan, daarvoor is helaas te weinig tijd. Maar één punt is het verduurzamen. En dat wil ik toch wel even uitlichten. Als we echt willen dat die energie draaglijk wordt voor de toekomst, dan zullen we nu echt gemeenterijk veel meer regie moeten voeren met een pot geld om ook harde afspraken te maken. Binnen 4-5 jaar gaan we die omslag maken met verenigingen. Het overlaten aan een groot deel van vrijwilligers. Ze zeggen het zelf, hè, in allerlei onderzoeken. Het gaat ons niet lukken met hoe het nu is. Een potje hier, een potje daar, een coachje hier, een coachje daar. Graag een reactie van de minister op dat punt. Sportwet, er is al emotie over aangenomen. Wij hebben gepoogd in ons actieplan meerdere moties zelfs aangenomen. Dus ik ben benieuwd naar de stand van zaken daarvan. Maar wij hebben ook als ziet even als een handreiking geprobeerd om in analogie van de bibliotheekwet een aanzet te doen hoe zo'n kaderwet sport eruit kan zien met minimumnormen, zodat sportvoorzieningen gewoon ook als een publiek toegankelijke voorziening wordt geduid. Over het sportakkoord. Een sportakkoord, wat ik net zei over dat zwembad dat dan sluit, mooie ambities. En ik vond wel terecht wat de VVD zegt. Ja, hoe kunnen we het nou meten, vastpakken? En hoe kunnen we het ook toetsen aan wat er in het land gebeurt? Als er allemaal sportverenigingen omvallen, dan komen we niet bij die doelstellingen. En als hier verderop in de zaal de minister-president zegt, in aanloop naar dit debat, heeft de minister-president namens het kabinet een brief gestuurd. En dan wordt er gezegd in dunner bevolkte gebieden wordt er ook een toenemend gebrek ervaren van voorzieningen die omvallen. Ja, wat stellen dat soort woorden voor als het gewoon gebeurt? En er geen overheid is die zegt dat zwembad houden we open en die kinderen gaan een zwemdiploma halen. Voorzitter, over het sportakkoord. Op welke wijze, een hele concrete vraag is, op welke wijze zijn sportverenigingen betrokken bij de totstandkoming van de services die hieraan gekoppeld zijn? Want het is uiteindelijk dienstverlening waar zij iets aan moeten hebben. Hebben ze daar ook inspraak op? Er is een wildgroei aan verenigingsondersteuning, organisaties. Langs welke criteria gaat dit eigenlijk? En hoe krijgen we grip? We zeiden net een dagdeel, minimaal aantal uren. Het kan niet zo zijn dat er ook verenigingsondersteuning alleen maar vanuit een stadhuis plaatsvindt. Dat kan echt niet. Dat moet op locatie en dat moet zitten op de grote transities, verduurzaming, vrijwilligers aantrekken, et cetera, et cetera. Tot slot. Landelijke ambities. In heel veel akkoorden die wij hier altijd met elkaar bespreken. Prachtig. Maar we gaan het gewoon niet redden als we op deze voet doorgaan. Dus er moet een omslag komen. Want het is een bestuurder als Wiebke in Heerenveen die er alles aan doet om de contributie laag te houden, waardoor die reserves worden ingezet, zodat die verdubbelde energierekening wordt betaald. Het is Huub in Zeeburgia die via een crowdfunding notabene zorgt voor extra inkomsten, omdat hij zegt, elke euro contributie hoger is een lid eraf. En rond u af? Ik rond zeker af. Ik vraag ook graag aan de minister of ze wil reflecteren op deze druk die sportverenigingen ervaren. Tot slot, sportclubs verbinden. U moet nu echt af. En houden ons gezond en zijn het onmisbare cement. En dat hebben we keihard nodig, want ze zijn hier ook aanwezig. Dank u wel. Dank u wel, meneer Manders. Dan, ja, u neemt allemaal veel meer tijd dan dat we afgesproken hebben. Ik geef graag het woord aan mevrouw Van der Laan namens D66. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou graag drie punten in dit debat willen benadrukken. Onze verenigingen, internationale context en sportwetgeving. Over het voortbestaan van onze sportverenigingen, daar zijn natuurlijk nog wel wat zorgen op dit moment. Voor ons een belangrijk en onmisbaar onderdeel van onze maatschappij. We zijn heel belangrijk in de sociale cohesie. En ook wij zijn dus geschrokken van onder andere het RIVVB-onderzoek, waarin een kwart van de bestuurders aangeeft zich zorgen te maken over het voortbestaan van de verenigingen.
En ik denk dan ook wel meteen, wat kunnen wij op korte termijn doen? Ik heb op langere termijn de vergezichten geschetst, hè, via de sportwet. Dan heb je het over financiering, toegang, verantwoording. Maar ik heb ook 3 oplossingsrichtingen op korte termijn, waar ik graag een reactie van de minister op zou willen. Mag eventueel ook schriftelijk. Het gaat dan over de huurindexatie, regeldruk bij vrijwillige sportbestuurders en het verduurzamen van de accommodaties. En juist als de prijzen al hard stijgen, kan het ook zorgen voor hogere contributies. En gemeentes of veel verenigingen die huren accommodatie via gemeentes. En dan komt er een huurindexatie om de hoek kijken. En aan de ene kant geven wij dus meer geld uit via het Jeugd, Sport en Cultuurfonds. Maar als de lasten voor verenigingen omhoog gaan, dan zal dat doorberekend worden in contributie. En dat betekent gewoon dat mensen afhaken, omdat ze het niet meer kunnen betalen. Wij willen graag dat ze blijven sporten. Kan de minister in gesprek gaan met gemeenten over deze huurindexatie en kijken welke mogelijkheden daar zijn om dat te bevriezen of iets dergelijks? Daarnaast zijn er sportbestuurders moeilijk te vinden. Maar ze zijn er wel. Maar het zijn vrijwilligers. En wat we van hen verwachten is vaak heel professioneel. En sommigen haken ook gewoon af omdat er een hoge regeldruk is. En eigenlijk zou ik gewoon vragen van die minister, kunt u met de bestuurders een top 10 niet meer doen, schraplijst maken om deze regeldruk te verminderen. Want ik denk dat we best wel wat bureaucratie over de schutting kunnen gooien. Daarnaast zorgen de energierekeningen voor veel hoofdbrekers. Dat hebben we uitgebreid besproken in het afgelopen sportdebat. Noodfonds is opgericht. Duurt misschien wel wat lang, maar die komt binnenkort, gaat die open. De prijzen dalen weer, maar we moeten natuurlijk wel scherp blijven. Want de accommodaties moeten verduurzaamd worden. Laten we vooral met elkaar de sport goed gaan voorbereiden. Daar heb ik 3 vragen over. Zijn er voldoende instrumenten om clubs te helpen met het verduurzamen hiervan? Kan de minister een beeld schetsen? Klopt het dat het warmtefonds niet beschikbaar is voor clubs? Wel voor VVE en waarom dan wel of niet? En kan Waarborgfonds Sport breder ingezet worden om garant te staan voor duurzaamheidsleningen? Nou, daar zou ik graag een reactie van de minister op willen. Dan ga ik door naar mijn internationale context. En ik ben hartstikke blij, uiteraard, zou ik bijna zeggen, met het bid voor het WK voetbal voor vrouwen. En we hebben ons al eerder daarvoor ingezet om dat toernooi naar Nederland te halen. Omdat wij nou eenmaal weten wat het kan betekenen voor het meisjesvoetbal en het vrouwenvoetbal in Nederland. Kijk maar even naar het EK vrouwen in 2017. Dan kan dit WK ook gaan doen. Mijn vraag aan de minister is, wat gaat de minister doen om in lijn met de motie Dierten CS dit bid te ondersteunen? Daarnaast een ander thema. Ik ben niet, net als zoveel mensen, te spreken over Rusland. Een land dat oorlogsmisdaden begaat. Maar ook sport intensief inzet voor politieke doeleinden. En ik zeg het nog maar eens, ik heb het vaker gezegd, maar sport en politiek zijn geen gescheiden werelden. En daarom steun ik de kabinetspositie tegen deelname van Russische en Belarussische sporters aan sporttoernooien. Maar welke actie onderneemt Nederland nu concreet? Oekraïense atleten hebben vaak op het slagveld gediend en boycotten logischerwijs kwalificatietoernooien voor de zomerspelen waar Russische sporters aan deelnemen. Wel Russen en geen Oekraïners. Hoe kan het? Werkt de minister aan een kabinetsreactie aan IOC-voorzitter Bach over zijn uitspraken dat Europese overheden die opkomen voor de belangen van Oekraïnse sporters deplorable zijn, betreurenswaardig zijn? Daarnaast horen we ook zorgelijke signalen van sportbonden waar Russische invloed groot is. Ik noem het boksen, waar een Nederlandse tegenkandidaat voor een topfunctie werd geïntimideerd en gesaboteerd. En welk beleid heeft het kabinet om Nederlandse belangen te beschermen tegen Russische invloed via de sport? En welke actie onderneemt het kabinet om te voorkomen dat Nederlandse voetbalclubs speelbaar worden voor Russische oligarchen? Zoals nu blijkt dat Vitesse dat was via allerlei omwegen. Mijn derde kopje gaat over sportwetgeving. En hartstikke mooi dat we voor de zomer hoofdlijnen voor de sportwetgeving tegemoet kunnen zien. Dat is natuurlijk een lang gekoesterde wens en we wachten er ook best wel lang op met elkaar. Maar ook dat de minister wil starten met een onafhankelijk centrum voor veilige sport. En dat is nodig. En ik zou daar graag ook iets concreters over willen horen van de minister. Wanneer is de aftrap? Wanneer is het centrum onafhankelijk? Hoe worden sporten betrokken die niet georganiseerd zijn in bonden, zoals karate of bijvoorbeeld dansen, waar natuurlijk nu ook een breed onderzoek naar gedaan wordt? Ook goed om te zien dat matchfixing betrokken wordt. Maar kunnen we in deze wetgeving dan ook het verbod verwachten? De Kamer heeft mijn motie aangenomen om dat te gaan verbieden. Over matchfixing en preventie gesproken. Naast NOC-NSF en de KNVB bijvoorbeeld speelt ook de VVCS een belangrijke rol.
de Vereniging voor Contractspelers en Speelsters in het bewustzijn creëren. Bijvoorbeeld met de Red Button App. Ik heb het de vorige keer ook benoemd. Rond u ook af, mevrouw Van der Leyen? Ja, ik heb nog anderhalve alinea. Dat kan ik echt heel snel. Hoe zorgen we ervoor dat dat geld voor preventie, dus die subsidie, bij meerdere partijen, zoals ook het VVCS, terecht kan komen? Omdat ze gewoon ook goed werk verrichten. En sportwet zou ook moeten ingaan op de structuur en toegankelijkheid van sport. Kunnen sporten in de buurt? Dat is maar echt mijn laatste punt, voorzitter. Kunnen sporten in de buurt? Want we hebben een belangrijke woningbouwopgave. En ik wil niet dat er alleen maar betonnen wijken komen. Maar dat we ook bewegen in de buurt gaan doen. Dat vind ik hartstikke mooi. Eventueel passen we het bouwbesluit aan. En ik zou graag zien wat de minister vindt van dit voorstel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van der Laan. U past mooi in het rijtje. Dat betekent wel dat ik straks heel strak ga zijn op de interrupties. Dat die ook kort zijn. En ik vrees dat het... goed, dat zien we dan wel. Ik geef graag het woord aan mevrouw Van Dijk namens CDA. Dank je wel, voorzitter. Vorige week kwam het voor de tweede keer in korte tijd een onderzoek naar buiten waarin staat dat verenigingen onder druk staan. En het is geen nieuw signaal, maar wel eentje die tot nu toe slecht landt in Den Haag. Zo diende ik bijvoorbeeld bij de Algemene Financiële Beschouwing een motie in om de waarde van vrijwillige inzet voor Nederlanders ieder jaar door te rekenen en mee te nemen de stukken voor Prinsjesdag. En daar was vanuit het kabinet erg weinig enthousiasme over. En mede door deze houding tijdens dit debat heeft de CDA ongeveer een jaar geleden een website gelanceerd, Vereniging Nederland, met onder andere een meldpunt en een enquête voor verenigingen. En ook zijn we met ons wetenschappelijk instituut en lokale afdeling gaan schrijven aan een stuk met en over verenigingen en het belang van ons maatschappelijk middenveld. Met daarin een heel aantal concrete punten om ons verenigingen overeind te houden. Want voorzitter, als we in onze samenleving geen verenigingen hadden, zouden we vandaag nog de eerste oprichten. En nou wil ik dit debat niet gebruiken om onze verenigingsnotitie die de komende weken uitkomt te pluggen. Maar omdat het onderwerp nu weer zo actueel is, hoop ik dat het kabinet het onderwerp veel meer gaat omarmen. Dat het op meer support kan rekenen. En dat we er ook samen in op kunnen trekken. En daarom ook veel dank aan de collega's van de PvdA die het onderwerp vandaag ook extra geagendeerd hebben. Voorzitter, gevolgen van overheidsbeleid voor verenigingen wordt vaak gezien als collateral damage. We zien helaas dat de overheid verenigingen en bedrijven vaak over één kam scheert. En dat is oliedom, doodzonde en onterecht. Want verenigingen zijn geen ondernemingen die winst willen maken. Het zijn mensen die zich vaak onbetaald inzetten voor een sport, vak, hobby of ander maatschappelijk doel. En de enige winst die ze maken is 100% maatschappelijke winst. Onvoldoende kader- en bestuursleden is de meest genoemde reden dat verenigingen zichzelf opheffen. En daarbij hebben ze veel last van wetgeving op allerlei gebieden. Denk aan identiteit, de UBO, de WWFT, privacy, de AVG, trustwetgeving, cyberveiligheid. Zoveel bureaucratie maakt het bestuurswerk zwaar en minder aantrekkelijk. Een wat grotere voetbalvereniging heeft bijna een huisjurist nodig om alle regels op het gebied van anti-witwaswetgeving, financiële verantwoording of voedsel- en warenregels naar de praktijk van het clubhuis te vertalen. En naast deze berg aan regelgeving is in de afgelopen jaren de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders groter geworden. Voorzitter, en dan natuurlijk zorgen over financiën. Corona heeft niet geholpen en de hoge energierekening evenmin. En wij hebben hier nog steeds zorgen over, maar de minister lijkt nog steeds overtuigd dat het meevalt. Een recent onderzoek van Motivaction onder verenigingsbestuurders geeft aan dat 41% van de verenigingen door de stijgende energiekosten genoodzaakt zijn om de contributie te verhogen. En bij bijna 2/3 van deze clubs is sprake van meer opzeggingen. Daarnaast voorziet 61% dat dit kan leiden tot uitstel of afstel van broodnodige investeringen zoals verduurzaming. En tenslotte geeft 42 aan bezorgd te zijn over hun voortbestaan vanwege de stijgende energiekosten afgelopen winter. Daarnaast zien we concrete eerste zwembaden omvallen. En begrijpen we dat de openstelling van de zwembadregeling vertraagd is. En ook krijg ik signaal dat bijvoorbeeld energie op basis van houtpellets en de compensatie hiervan wordt uitgesloten. Hoe kijkt de minister naar deze signalen en waarom deze vertraging? Voorzitter, onze zorgen zijn niet weggenomen. En als er meer geld beschikbaar moet komen, maak dat dan gewoon inzichtelijk. Dan kunnen we het erover hebben tijdens de voorjaarsnota die nu weer aanstaande is. Voorzitter, verenigingen kunnen beter en sneller geholpen worden met verduurzamen. Stichting Waarborg Fonds Sport heeft berekend dat een eenmalig bedrag van 75 miljoen euro voldoende is om alle sportverenigingen met een eigen accommodatie en lening te kunnen verschaffen om een verduurzamingsopgave aan te pakken. Mevrouw Van Dijk, u heeft een vraag van meneer Heerma. Ja, voorzitter. Ik
luisterde heel goed naar het stukje over de regeldruk voor verenigingen. Mevrouw van Dijk heeft dat vele malen mooier verwoord dan ik dat heb gedaan. En het is echt me uit het hart gegrepen zoals u dat verwoord heeft. Er zat voor mij alleen geen vraag aan vast wat u nou wil van de minister. Kijk, ik denk dat wij hetzelfde delen. Volgens mij hebben collega's er ook over horen spreken. Over die wet en regelgeving druk op verenigingen. En hoe we daar nou even wat normaler mee om zouden moeten gaan. Dus ik wil u eigenlijk de kans geven om dan te expliciteren wat u nou beoogt voor die sportvereniging. En wat u van de minister verwacht in het verminderen van die regeldruk. Want ik herken exact wat u zegt. Dank u wel. Ik ben blij dat u het vraagt, want ik was een stukje vergeten om te benoemen. Ik heb dat vorige debat ook over gehad. En toen heb ik aan de minister gevraagd, had ik eigenlijk een motie klaar liggen. En had ik de minister gevraagd van, goh, bij alle toetsen, bijvoorbeeld bij wetgeving, moeten we vereniging niet meenemen. En toen had de minister aangegeven, daar zijn we mee bezig met een uitwerking en daar kom ik op terug. Vandaar dat ik die motie toen niet had ingediend. Dus mijn vraag was inderdaad, hoe staat het dan mee? Ja, voorzitter. Meneer Heerma, een tweede vraag. Zeker, ja. Voorzitter. Want volgens mij moeten we hier verder op doorgaan. Dat is volgens mij bij aanstaande wetgeving. Maar volgens mij moeten we niet over het hoofd zien dat met wat we de